Het district Paramaribo heeft voor de eerste keer meegedaan aan het internationale eetfestijn Eat Brussels Drink Bordeaux Festival in België. Vier Surinaamse chefs van de Suriname Chefs Association hebben gedurende 4 dagen het beste van onze nationale keukens laten zien. Het team heeft geparticipeerd aan het onderdeel Internationaal Dorp van het festival voor Brusselse chefkoks, waarbij het uitgebreide gastronomische aanbod van het Brussels gewest wordt gepresenteerd. De groep maakte deel uit van een 11-man tellende Surinaamse delegatie, geleid door regionale ontwikkelingsdirecteur Wilco Finissi, die een tegenbezoek heeft gebracht aan Brussel in het kader van de samenwerking tussen de stad Paramaribo en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Surinames deelname aan het Eat Brussels Festival was een voortvloeisel uit deze samenwerking. Ondersteund door de Surinaamse ambassade in België heeft de overheidsdelegatie ook gesprekken gevoerd met relevante stakeholders om de duurzame economische ontwikkeling van de beide steden te bespreken en de samenwerking verder gestalte te geven. Paramaribo en Brussel hebben eerder afgesproken elkaar bij te staan in het beheer en de ontwikkeling van de steden. De Surinaamse delegatie is vandaag teruggekeerd naar Suriname.